welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij zijn onderweg naar Friesland. Naar Poel. Poel, iets met Poel. Poel. Camping Poelzicht. Poelzicht. In Heeg. Dat wist ik nog wel, maar ik dacht, hoe heet de camping nou alweer? Maar ik had eigenlijk gehoopt dat jij Friesland... Friesland poppen! Ja, ik had gehoopt dat je dat in één keer zou zeggen, maar je deed het niet. Friesland boppen. Maar wij gaan dus naar boerderijcamping Poelzicht. Ja. Ligt aan het water, dicht bij Heeg. Nou, het Heegermeer toch, is dat? Ja. Dus ik ben benieuwd. Wij gaan eigenlijk nooit naar Friesland. Ja, we zijn er één keer geweest met de tap. Naar Kollemerpomp zijn we toen geweest. Ja, dat was ook wel leuk. Ja. Nu voor de tweede keer richting Friesland en ook voornamelijk omdat het best warm wordt dit weekend. Ja. Toen dachten we, ja, dan is het misschien wel lekker als wij aan het water zitten met de caravan. Ja. We wilden eigenlijk de kano meenemen, maar die hebben we nou niet. Wel. Nee. Die zouden we meenemen, maar die zijn we dus. Die zijn we vergeten. Zijn we vergeten? Nou ja, volgens mij kun je er ook bootjes huren. Ja? Ja. Dus misschien gaan we daar om. Ja. Ik heb wel gelezen dat het sanitair uit jaar 0 is. Ja. Dus dat zal ik ben ook wel heel benieuwd. Wat voor sanitair hadden ze in het jaar 0? Was het toen überhaupt sanitair? Inderdaad, ik mag toch hopen dat er een wc-pot staat. Misschien hebben we een emmer met stro. Ja, een gat graven. Met een douche. Hoe doe je dat? Dat doe je niet in het jaar 0. Er stond wel douchen en wassen. In het jaar 0 deden ze aan wassen. Ja, maar niet douchen. Nee. Nou, ik zal mij benieuwen. We nemen jullie mee naar het douchegebouw. Dan kunnen jullie het zelf doen. We nemen jullie mee naar het jaar 0. Ik heb ook kleding mee. Ook van het jaar 0? Het jaar 0. Doe ik daar aan. Nee. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ben zo benieuwd wat we daar aan gaan treffen. Ik ook. Ja. We stonden eigenlijk nog een klein beetje op het punt om te gaan switchen. Toen we die review lazen van het jaar 0. Mm-hmm. Maar toen dachten we, weet je, misschien moeten we ook gewoon een keer onze eigen ervaring gaan maken. En niet steeds op één review dan gaan afhaken. Ja. Toch? Ja. Nou ja, in ieder geval, wij hopen dat het in Friesland ietsje frisser is als in Limburg. Of tenminste, Veluwe. Ja, het is niet slim om nu naar Limburg te gaan of naar de Veluwe. Dan is het nog warmer. Ja. Op het moment is het 30,5 graad. Daarom hebben wij een lekker ijsje gekocht. 30,5? Nou, zo vind ik het niet voelen. Ik zit hier in airco. Ja, maar ik kom net van buiten. Ja, oké, maar dat komt omdat er een klein windje staat. Ja. Dus dat. Lekker? Heerlijk. Ja? Ja. Die van mij ook. Nou, wij zijn gearriveerd. Kijk dit uitzicht. We staan aan het water. Mooi plekje hoor. En het is toch best van een grote camping, dat had ik niet verwacht. Nee, ik ook niet. Maar je komt dus, gaan we zo wel even laten zien, maar je komt dus aan bij gewoon bij een boerderij. Dus je denkt, oh, een boerderij. Maar dan ga je dat erf op. Ja, dan heb je gewoon een walala aan camping. Ja. Maar ik ga even de auto wegbrengen en dan kunnen jullie eventjes zien hoe het... Zet ik wel even de camera op het dashboard en dan kunnen jullie een beetje zien hoe de camping is. Maar er zijn hele mooie plekken, ook pal aan het water. Superleuk. En we hebben er vanmorgen pas geboekt. Dus wij hebben wij mogen niet klagen. Nee, kijk dan. Voordat wij ook nog vanochtend geboekt hebben, is dit echt... Ja, we kunnen hier zo het water in, ja. Springen. Maar er zijn plekjes nog dichter aan het water. Dus die laat ik ook wel even zien zo. Welkom was ook heel goed. Ja. Een hele vriendelijke meneer, dat is de beheerder. En ook lekker makkelijk en ja, gewoon een warm welkom. Ja. Echt. Ja. Je komt gewoon bij hem thuis. Ja, we moesten de boerderij. We konden hem eerst niet vinden.
Dus wij waren een beetje aan het zoeken over dat terrein. Toen stonden we bij de boerderij, dus ik roep zo, hallo, hallo, kom maar binnen. Dus toen mochten we binnenkomen en toen stonden we dus gewoon in zo'n hele oude boerderij. Ja. We zeiden net het jaar nul qua sanitair, maar de boerderij was ook, ja, nou ja. Gedateerd. Gedateerd, laten we het daarop houden. Maar gewoon hoe die meneer was, zo vriendelijk. Meneer, ja. En we mochten hem gelijk bij hem in de woonkamer staan en ja, gewoon. Nee, dat was een keuken. Keukenwoonkamer. Nee, keuken. Dat was een keuken. Ja. Oh, nee, dat is soms een computer. Maar heel groot huis. Ja. Maar wij hebben net alles uitgepakt en eventjes wat gedronken, want het is echt heel warm. Nee, die gaat nu de auto wegzetten en dan gaan wij, ik weet niet of wij nu koffie gaan drinken, want het is er niet echt weer voor. Ik moet wel koffie. Maar ja, Nelly moet koffie, want anders gaat het hoofdje pijn doen, hè? Ja, ik moet koffie, ja. Ja. Dus dat is de planning. En dan gaan wij zo meteen natuurlijk, of Nelly neemt jullie nu eventjes mee over de camping met de auto. En dan gaan wij later op de dag gaan we nog even een sanitair laten zien. Oh ja, toch? Ben ik ook wel benieuwd naar. Er zijn de kijkers ook wel heel benieuwd naar, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Nou ja, maar ik ga jullie meenemen. Ja. Kom maar. Weet je wat ook wel lekker is? Tenminste, vind ik lekker. Kijk. Hier is het watertappunt. Nou, dat is ideaal. Er zijn wel enorm veel wespen daar. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Nou, wij gaan een boodschappen. Sleutels. We gaan op de fiets naar de Plus in Heeg. Ja, Heeg. Ja. Oké. Zit dichtbij. Ik weet niet hoeveel kilometer. Geen idee, maar volgens mij iets van 5 minuten fiets of zo. Oh. Heel dichtbij. Oh. Oké, nou. Dat is top. Ook nog eventjes een correctie op wat wij in de auto zeiden. Wij zeiden dat wij aan het Hegermeer stonden met de caravan, maar het is de Palse Poel. Ja, daarom heet dit Poel, zegt denk ja. ik. Maar de Palse Poel is verbonden met het Hegermeer, volgens mij. Ja, klopt wat ik net zei. De Palse Poel is verbonden met het Hegermeer. Oké, wij gaan er vandoor. Thank you.
Oké, aangekomen in Heeg. Hier staat het ook op een boot. Heeg. Wij hebben de fiets hier geparkeerd en dan gaan we even wandelen door Heeg, toch? Ja. Even kijken hoe laat de supermarkt. Ziet er wel gezellig uit hier. Ja, mega. Ja. Een leuk klein gezellig dorpje. Dat was een plus toch? Ja, hier zit een plus als het goed is. Maar ik vind dit zo leuk. Zo gezellig aan het water. Veel terrasjes ook. Het gaat om 8 uur dicht. Het is nu 7. Ja. Maar we gaan gezellig even struinen. Onze oude waterkoker en onze nieuwe waterkoker. Ja. Kijk, deze twee waterkokers hier achter, zeg maar, dat is onze oude inderdaad. En hier de nieuwe. Dat is wel leuk. Maar sowieso heel veel winkeltjes met campingaccessoires. Ja, dat had ik niet verwacht. Palingdorp, Heeg. Nou, zullen we een lekkere paling appen dan? Nee, vind ik wel lekker. We zijn nu bij de jachthaven van Heeg. Hier staat ook een camper. En daar staan nog twee caravans. Maar die jachthaven die ligt best vol. Ja, volgens mij kan er niks meer bij. Nee, wel gezellig. We zijn inmiddels weer terug bij de caravan. Nelly is aan het koken. Wij eten vanavond een salade. Deze. En kip. Nou, ik dacht maar, dat het kipfilet was. Ja. Maar toen waren het kippenpoten. En toen heb ik er stukjes afgeknipt, zodat het niet zo lang hoeft te bakken. Nou ja, het is à la Nelly dit. Maar dat is het altijd. Alla Nelly. Ja. En de kip gaan wij in een wrap doen. Ook lekker. Met mitra en een beetje sinaasappel. Ja. Ik heb ook echt zin in eten nu. Want het is ondertussen 8:15. Echt? Ja. Dus ik voel het wel een klein beetje aan mijn lijf. Dat ik een beetje begin te trillen en zo. Dat betekent dat ik dan honger krijg. Daarna gaan wij niks doen. Naar bed. Naar bed. Gaan we gewoon lekker even chillen. Kijken hoe schattig. Hier lopen gewoon konijntjes rond. En volgens mij zei de eigenaar van vanmiddag een haasje. Maar dit is geen haasje toch? Meer een konijn. Nee, dit is volgens mij een konijntje. Ja. Maar daarnet zat hij onder deze caravan. Heel lief. Het sanitair gebouw is best wel een eind weg hoor. Ja, het sanitair gebouw is een flink stukje lopen. Maar wij hebben de fiets. Dus ik stel voor dat wij met de afwas richting het sanitair gebouw fietsen. Oh, dat is een goed idee. Toch? Ja. En dan nemen we jullie natuurlijk even mee, want het gaat nu gebeuren. Jullie gaan terug naar jaar 0. Jaar 0, ja. Ja. Ik heb er zin in. Ik weet niet. Ik denk dat je water moet pompen uit een put. Hoe zeg je? Er staat in jaar 0. Kleed jij je nog even om dan? En dan zo'n grote ketel, daar moet je het in warmen. Nee, ik. Moet ik me. Oh ja, ik zou. En je had toch kleren uit het jaar 0? Ja, dat doe ik zo even aan. Dat heb ik meegenomen. Ja, nu vragen jullie ja, hoe kom je eraan? Wij gaan iets later dan gepland naar het sanitair gebouw, want onze koelkast doet het niet. En het vriesvakje doet het wel. Niks meer aan toe. Dus wij zijn net een uur bezig geweest met die koelkast, maar ja, ik ben niet zo technisch aangelegd op dat gebied.
En de buurman die zegt, ja, maar met deze warmte dan duurt het nog langer voordat die koud is. Maar het vriesvakje is al wel bevroren. Die doet het wel, maar de koelkast niet. Dus dat is een beetje vreemd. Dus dit is toch echt wel het ergste scenario wat je kunt hebben in de zomer. Nou, met een hittegolf. Ja, met een hittegolf. Maar ja, waarschijnlijk is die koelkast daardoor ook overbelast. Denk ik. En de buurman zei ook van ja, maar die koelkasten in caravans die zijn niet zo sterk. Niet zo, ja, die doen het natuurlijk niet zo net zoals thuis. Oké, we zijn bij het afwasgedeelte. Ja. Het ziet er op zich wel redelijk uit ook. Ja. Ik heb niet het gevoel dat ik in het jaar nul zit. Geen waterpomput. Nee. Een waterput. Het is wel gewoon een kraan met warm water. Kijk. En er was water. Ja. We gaan eventjes in de stal kijken. Ja, en deze beesten die gaan natuurlijk gewoon dag en nacht door met eten. Eten die s'nachts ook? Nou ja, ik denk het wel. Oh. De buurvrouw die daar stond af te wassen, kijk daar verderop is de afwas. Dus je kijkt daar zo de stal in. Ja. Super gezellig. Maar die vertelde dat de boer hier om 12 uur in de avond nog een rol met... Van het gras. Met gras uitrolt. Dus ja, ze gaan s'nachts ook door. En er staan flink wat koeien hier. Wel gezellig dit hoor. Oké, maar we gaan even bij de melkrobot kijken. Want dat heeft de boer ook al uitgelegd. Ja, maar is die hier? Ja, die staat er verderop. Oh, echt? Vanochtend of vanmiddag tijdens het inchecken, toen vroeg Nelly van moet je ook nog die koeien gaan melken? Maar toen vertelde de boer, of de beheerder, hij is nu zelf geen boer meer. Die vertelde dat ze een melkrobot hebben. Dus ja, daar hoef je vrij weinig aan te doen. En dit is de melkrobot. Toevallig staat er nu een koe in. Maar ik denk zomaar dat hier gewoon continu koeien in staan. Heel bijzonder dit. Het licht gaat uit. Oh, ik dacht dat je het net aan. Ja, ik deed het net aan, maar nu gaat het weer uit. Oh, okay. Dus dat is een beetje jammer, maar de kijkers hebben de melkrobot gezien. Oh, dit is de wc. Oh ja. Nee, dat is meneer. Oh, we gaan even bij de mevrouw. Dit is mevrouw. Ja. Deze? Ook daar. Ja, dit is de mevrouw. Dit is de... Oh, daar zit iemand op. Hier is het ook een. Oké, dan gaan we even bij de mannen kijken. Maar dit? Oké. Okay. Ja, dit is wel een jaar erop. Ja, ja dit is echt een boerderij-wc. Nou, dan zijn we hier bij, bij de douches. Laat de shampoo maar zitten hoor, Joost. Ik klaar. Jo, ik ben er toch. Wil je anders badschuim? Ja, kom maar. Een zeepje? Ik heb wel een beetje drift. Waar ben je? Ja, je bent wel klaar. Kijk, ik heb hier ook. Oké. Nou, we gaan even naar de andere kant. Dit is volgens mij de fietsenstalling dan. / schuur, / opslag, / receptie. Want hier hangt ook een prikbord met activiteiten. En hier staat een tafel en er staan allemaal foldertjes op. Dus dit is gewoon een hok. Met van alles en nog wat. Ja, oké, okay, nou we laten straks even het sanitair gebouw zien, want er staan nu mensen in. Dus dat komt zo meteen. Oké, wij zijn eventjes de luifel aan het... opzetten. Wij hebben onze fietslamp gebruikt als licht. Natuurlijk, logisch. Ik weet ook niet waarom dit nu moet. Het is 9:45 en het is al best wel donker. Kijk, die zon. De maan. Supermooi gezicht. Is het al 9:45? Ja. Waarom moet dit nu?
Oké, mensen, we hebben de voortent er aangezet, de luifel. Het was wel eventjes een opgave, want het was donker. Het was donker natuurlijk, dus we hadden het licht aangezet. Maar er komen natuurlijk weer veel vliegen naartoe. Muggen, steekmuggen. Dus het was wel even afzien, hè? Nou, voor jou, ik ben gaan douchen uiteindelijk. Ja, ja. En hoe was de douche? Nou, de douche. De douche is gedateerd. Ja, nul. Kruik. Ja, kruik. Ja, kruik. Nou, en, maar er is een thermostaat. Heerlijk. Er is onbeperkt water. Dus maakt niet uit of wil je er een uur gaan staan. Warm water. Warm. Ja. Ja, ja. Het is, was schoon. Maar het, ja, het is een schuurtje. Het is, ja, schuurtje. Ja. Nou ja. Ja, we gaan het zien. Gaat filmen anders. Er zit een soort klapdeurtje. Dat blijft nergens aan vastzitten. Normaal heb je zo'n schotje in zo'n douche. Dat zit gewoon vast. Dat is hier niet. Dat kan hier bewegen. Niet heel handig. Maar ja, ik heb daar het krukje tegenaan gezet. Oké. Want het was eigenlijk de planning om daarnet te filmen in het sanitair gebouw. Dat maar dat verliep anders dan we hadden. Gehoopt, inderdaad. Want we stonden ten eerste op de mannenafdeling. Ja. En ten tweede stonden er in de vrouwenafdeling. Wat klinkt dit? Alsof in de gevangenis zit. Of in een winkel of zo. Nou ja, toen maar. Nou ja, de vrouwenkant. Toch zeker genderneutraal. Maar daar was het een beetje druk. Dus ja, dat ja, vind ik niet zo netjes om te gaan filmen. Dus ik neem jullie nu eventjes mee in de hoop dat er niemand is. En als er nou niemand is, dan kan ik het eventjes uitgebreid laten zien. Maar als er nou mensen staan, dan laat ik alleen even het hokje zien. Ja. Had ik bedacht. Ja, dat lijkt me. Maar dat jullie er wel eventjes een beeld bij hebben. Want ik heb het idee dat er altijd wel iemand is. Want er zijn maar 3 douches. Het is heel klein. Ja, dus er is gewoon altijd, zijn er gewoon altijd mensen. Ja, want dat ik eruit liep, stond er iemand te wachten en de deur open. Ja, oké. Okay. Dus ja, je hebt kans dat je ook even wachten moet. Ik heb nu geluk dat er 1 vrij was. Oké. Okay. Ja, maar ik vind deze dag sowieso een beetje gek gaan. Een beetje, ja, we hebben eigenlijk nog niks van de camping laten zien. Dat vind ik een beetje jammer. Maar we waren hier vrij laat, volgens mij rond 1:00 of 5:00. En toen moesten we eigenlijk gelijk weer door voor boodschappen. Dus ik hoop eigenlijk dat we jullie morgen wel eventjes goed de camping kunnen laten zien. Want morgen blijven we gewoon hier, hadden we besloten. Ja. We hadden eigenlijk een plan gemaakt om morgen naar Terschelling te gaan. Maar dan moeten wij om 6:00 uit bed. Want dan willen wij graag de boot van 8:00. En dan moeten we hier om 7:00 wegrijden. En dan willen we van tevoren nog even ontbijten. Dus dat gaat allemaal niet door. Nee, het is druk. Veel te druk. We hebben een hele drukke week achter de rug. En privé ook. En werk. En alles bij elkaar. Ja. Ik denk dat wij even moeten chillen. Ja, dus dat hebben wij net besloten. Dat gaan wij niet doen. Vinden we natuurlijk wel jammer. Want het staat al zo lang op ons programma. En ja... Ik wil er eigenlijk wel een keer kijken, maar de timing is nu gewoon heel slecht. Wij willen gewoon even lekker rustig aandoen nu. Ja. Het is nu ook weer laat. Het is 11:00. Is het al 11:00? Ja, dus voordat wij nu gaan liggen... Het is al over 11. Ja, het is over 11. Ik ga naar de douche. Ja. En wat betreft de koelkast, dat blijkt dus... tenminste, dat hoop ik. Want ik heb het op Facebook gevraagd aan de tapgroep. En die mensen die zeggen dus eigenlijk dat het komt door de extreme hitte. Dus dat het eigenlijk zo warm is dat die koelkast het niet aan kan. Nou ja, ik hoop natuurlijk dat dat het probleem is. Ik vind het nu niet meer zo warm buiten. Nou, ik weet niet, maar ik stik. Echt? Ja, ik heb die badjas aan. Het is hier bloedheet. Oké. Dus ik ga nu even douchen. Ja, doe dat. Nou. Maar ik dacht, ik hou jullie... Ik hou jullie even aan de praat. Nee, ik dacht, ik wil jullie gewoon en nog even op de hoogte stellen van allerlei dingen wat er vandaag is gebeurd. Nou, niet veel. Het is een gekke vlog.
Het is wederom een hele gekke vlog. Ja, maar wij zijn een beetje gek, dus maakt niet uit. Wij zijn heel gek, want wij gaan in het donker een luifel opzetten. Wie heeft er ooit in het donker een luifel opgezet? Nou, wij. Ja, niet slim. Doen we ook niet meer. Nou ja, hij staat. Dus morgen hebben we wel gewoon lekker, lekker schaduw, morgenochtend. Gewoon hier nog een beetje schaduw. Ja. Maar ik ga jullie meenemen. Oké. Nou, wij gaan lekker slapen. Ja, ik wil nog wel even meedelen dat ik net constateer dat Ali een vreselijke zweetnek heeft. Kijk. Het is geen zweet. Was het nou hier of hier? Oh, dat is van mijn haar. Nee, ze had nat haar. Ja. Het leek net als een zweetnek. Ik ben de föhn vergeten, vandaar. Misschien moeten we... Vreselijk. Mensen, wij hebben een snurker naast ons. Oh, snurkende buurman. Ja. Dat hoorde ik net. Ja, het is de hele tijd zo. En toen ineens. Ja, maar ik zeg tegen Nel, volgens mij wordt hij dan iets van aangetikt door zijn vrouw of zo. Ik ga ervan uit dat de man snurkt. Ik weet ook niet waarom. Sorry. Man. Sorry, mannen. Mannen snurken. Maar ik denk zomaar dat de vrouw hem dan zo'n zetje geeft. Oh yeah. En dat hij dan zoiets doet. Ja, zo klinkt het. Ja, zo was het wel. Ja. Ja. Nou ja. Maar ja, op zich heb ik daar niet heel veel last van een snurker. Oké. Ja, nou ja, liever een snurker dan een huilende baby. Ja, toch? Nou, allebei liever niet. Ik moest kiezen, dan koos kies ik voor de baby. Voor de snurker. Voor de baby? Voor de baby. Och, ja. Voor de snurker, sorry. Voor de baby. Ik denk al, ben je ziek? Nee, dan kies ik voor de snurker. Nee, dat dacht ik al. Ja. Oké, nou. Waar gaan slapen? Dit was een beetje chaotische, rommelige rotdag. Ja. Maar ja, hoort er ook bij. Het is zo jammer dat jullie dit niet horen. Nee. Wat is dit? Het lijkt me een hond. Lopen hier veel te beesten. Konijnen. Snurkende konijnen. Nee, maar tot nu toe heb ik het echt reuze naar mijn zin hier. Terwijl het eigenlijk niet de allermooiste camping is. Nee, wel mooi qua voorzieningen. Ja. Dus is het echt niet de allermooiste camping. Nee. Het is echt gedateerd. En bij het afwasgedeelte was het ook best wel smoezelig. Toch maar het aardigblad. Ja, dat is dan schoon. Dat is schoon. Ja, maar daarachter spinnenwebben en onkruid komt tegen je aangroeien. Dat voelde ik steeds tegen mijn scheenbeen. Er kwam gewoon een complete boom uit. Ja. Dus ja. En het is gewoon heel gedateerd en oud. Oud, ja. Echt een boerderij. Een oude boerderij. Ja. Je kunt zien dat er gewoon jaren geen onderhoud is geweest. Nee. Maar ja, dat terzijde. Het gaat erom dat wij het. Ja. Het gaat erom dat je lol hebt en dat je je thuis voelt. En. Het is wel heel gemoedelijk. Vergeleken met de vorige camping, die hebben jullie denk ik ook al gezien, daar voelde ik me niet thuis. En dan, ja, dan heb ik liever dit. Dat het sanitaire iets verouderd is, of verouderd is. En dat ik me gewoon lekker voel, lekker in mijn vel. Maar mag ik even weten over welke camping jij het nu hebt? Want ik wacht even. Elspeet. Oh! Doe een duimpje omhoog. Als jullie het leuk vonden, vergeet niet te abonneren op ons kanaal.
En we zien jullie graag de volgende keer weer terug.